je werkt, woont en eet in IKEA. Of als je hardop lacht, krijg je een stroomstok, een schok. Hoi en leuk dat je kijkt naar deze aflevering van Woensdag Dilemma Dag. De show waarin ik 10 dilemma's voor... Ik doe 5, maar het zijn er 10. Aan mijn voorgasten. Ben je klaar voor? Ik ben er klaar voor. We hebben leuke kijkers hier allemaal die gezellig erbij zijn komen staan. Superleuk. Oké, de eerste. Nooit meer vliegen of nooit meer voetballen? Jeetje. Is een goeie, hè? Dat is een hele goeie. Op dit moment, je voetbalt nu in Nederland, dus op zich zou ik dan zeggen nooit meer voetballen. Of vliegen. Maar ja, dan moet je dus voortaan op vakantie met de fiets. of met de auto. Nooit meer vliegen. Oké. Slecht eten en voetballen of gezond eten en nooit meer voetballen? Slecht eten en voetballen. Je moet elke dag een broodje vaseline eten of als iemand slecht nieuws vertelt, krijg je een slappe lach. Dat kan echt niet, als iemand dood is, dan moet je gewoon gaan lachen. Echt hè, ik ga ook voor een broodje vaseline. Dat is wel heel vies, maar oké. Je hebt altijd hete pepers aan je vingers of elke keer als je spin ziet moet je de politie bellen? Dus voor altijd hete pepers aan je vingers? Ja, dus als je weet ik veel nagelbijt of zo. Dan gaan we maar de politie bellen als ik een spin zie. Oké. Je klinkt als een melkschuimer van een espressoapparaat. Of als je ergens binnenkomt, staan alle stoppen eruit. Boom! Als ik ergens binnenkom, dan slaan ze eruit. Slaan ze eruit. Okay. Dat is nog grappig ook nog. Okay, dus even gevoelig hoor. Okay. AC Milan of Roma? AC Milan. Okay. Nooit meer voetballen met een voetbal. Of voor de rest van je leven voetballen met een appel. Voetballen met appel. Oké. Voor de rest van je leven voetballen op een veld van kauwgom. Of voor de rest van je leven voetballen op een veld van veren. Veld van veren. Ja, maar ja, je weet wel als je een bal dan schiet dat zeg maar, de veren de lucht in schieten en je niks meer ziet. Echt, dat wordt nog eens wat. Oké. Je werkt, woont en eet in IKEA. Of als je hardop lacht, krijg je een stroomstok, een schok. Is het een pijnlijke schok? Ja, ik heb dat laatst toevallig gehad. Dat moet ik niet normaal. Ja, dat doe ik wel. Even hoog doen hem dan. Ja, bij iedere lach die ik doe. Ja. Nou, dan gaan we maar... Gewoon in IKEA. Okay. Want ik lach ontzettend veel. Alles is daar aanwezig, op zich wel fijn. Dat waren ze alweer. Viel mee, toch? Ja. Viel mee. Goed zo. En voor jullie thuis, vergeet het niet te abonneren op mijn kanaal en een duimpje achter te laten. En dan zie ik jullie volgende week weer bij een nieuwe aflevering van Woensdag Dilemma 8. Doei! Zeg maar doei, jongens! Doei!